Schepen Bartenijn, u bent tegen wijzerplaten aan de Sint-Romboudstoren. Vertel ons eens waarom. Ja, ten eerste vind ik die wijzerplaat, een hele grote wijzerplaat inderdaad, op die toren. Je moet de prenten van 100 jaar geleden maar eens zien. Dat staat als een tang op een varken, vind ik, die wijzerplaat. Daarboven is dat een verminking in de 18e eeuw aangebracht op een gotische toren. En daarboven gaat dat veel geld kosten, dat hebben we beter kunnen besteden, denk ik. Gaat u de Mechelaars nu oproepen om in hun bed te blijven liggen en niet te gaan stemmen? Nee, ik ga ze oproepen om te gaan stemmen, om tegen de wijzerplaat aan de toren te stemmen. Want we hebben onderling afgesproken met het Schepencollege dat het een referendum wordt. Maar 100% wettelijk referendum is het niet. We hebben gewoon afgesproken wie de meerderheid haalt, dat gaan we doen. Bedankt. Schepen van Monumentenzorg Greet Gijpen, bent u voor of tegen de wijzerplaat aan de toren? Ik ben voor het opnieuw ophangen van de klok aan Sint-Romboudstoren. Eerst en vooral omwille van historische redenen. Gedurende honderden jaren heeft die klok daar gehangen. En daarnaast denk ik dat toeristisch een enorme nieuwe impuls aan Mechelen zou kunnen geven. Het is een van de grootste klokken ter wereld die opgehangen zou worden. En ik denk dat heel veel mensen speciaal daarvoor mee naar Mechelen gaan komen. Dus ik denk dat dat voor onze stad alleen maar positief zou kunnen zijn. Gaat u zelf uw bijdrage leveren als het zover is? Ik ben daar zeker toe bereid. Mijn handtekening zet ik sowieso. En ook financieel wil ik daar zeker wel iets voor bijdragen. Bedankt. Eerste schepen Mark Hendricks. Bent u voor of tegen wijzerplaten aan de Sint-Romboudstoren? Wel, als chauvinistisch Mechelaar ben ik voor alles wat ten goede komt aan de uitstraling van de stad. En ik denk dat dit een project is, als de Mechelaar dat wil steunen, dat dat ook ten goede zal komen aan de uitstraling van de stad, aan het toeristische plaatje dat de stad nu al heel veel aantrek bezorgt. Dus dat kan alleen maar helpen om nog meer mensen naar Mechelen te krijgen. Dus ik ben er voor. Wie moet dat dan betalen? Want ik denk dat dat een project is dat je moet betalen met middelen 1 van de overheid, de lokale overheid, de provinciale overheid, de gewestelijke overheid, maar ook 2 van de privé. Wees het de doorsnee Mechelaar zelf die daar misschien wil toe bijdragen, maar ook een aantal grote firma's die daar misschien ook baat bij kunnen hebben, dat terug op de toren komt en dat zorgt voor de uitstraling van de stad waar zij dan gevestigd zijn of waar ze ook incentives organiseren en zo. Dus ik denk dat dat een gedeelde financiering moet zijn. Bedankt. Burgemeester Bart Somers, u bent absoluut voor wijzerplaten aan de toren. Ja, absoluut. Ik vind dit een absolute meerwaarde voor onze Sint-Robertstoren. Historisch verantwoord. De wijzerplaten hebben er langer gehangen aan de toren dan ze er niet aan hingen. Het was ook een stukje historische spitstechnologie. En ik denk dat het een toeristisch heel aantrekkelijk project is, want het zou het grootste uurwerk in die soort ter wereld zijn, groter dan de Big Ben. Wat kan Mechelen daarmee volgens u dan bereiken? Ja, een stukje herstel van een historisch erfgoed. Het feit dat ook de Vlaamse administratie, die er zaken bevoegd is, dit een goed idee vindt, bewijst dat het een historische meerwaarde heeft. Toeristische aantrekkingskracht, maar ook een stukje ons zelfbeeld. De toren is van ons allemaal. We zijn allemaal een beetje die Sint-Romboudstoren. En ik voel daar een grote emotionele betrokkenheid bij alle Mechelaars, ook bij mezelf. En mochten die torenplaten eraan hangen, ja, dan wordt die toren terug een beetje aangekleed. En ik vind dat heel verantwoord. Stel, de Mechelaars beslissen dat die wijzerplaten er mogen komen. Gaat u dan mee betalen? Ja, ik denk ook dat ook de reden is waarom dat we een referendum organiseren. We weten dat niet alle Mechelaars daar hetzelfde over denken. Het is ook een stukje een irrationeel, emotioneel debat. En daarom willen we bij referendum alle Mechelaars laten betalen. We mogen vooral onszelf niet wijsmaken dat Vlaanderen of de provincie dat in onze plaats gaat betalen. Als we ervoor kiezen, kost dat de stadskas 300.000-400.000 euro. Eén keer, op een budget van 25 miljoen, denk ik, aanvaardbaar. Maar het is de Mechelaar die gaat kiezen. De Mechelaar kan ja of nee stemmen. En het verhaal begint ook met het verzamelen van de voldoende handtekeningen. In totaal 8000 handtekeningen. Ik denk, als men dat wil, als men de handen uit de mouw steekt, dat men die snel heeft, mijn handtekening kan men alles in zal komen halen. Bedankt.